Oh, mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Ik sta hier in de Vollenhoven samen met Katelijne Buitenweg. Katelijne heeft 10 jaar in het Europees Parlement gezeten. Nu zit ze in de Tweede Kamer, maar we voeren campagne voor Europa. Katelijne, waarom is het nou voor de mensen uit Zeist ook heel belangrijk om te gaan stemmen de 23e? Ja, het is heel erg belangrijk om te gaan stemmen op de 23e, omdat in Europa afspraken worden gemaakt waar alle landen in Europa aan gebonden zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over klimaat. En we willen zorgen dat er minder CO2-uitstoot is in de hele wereld. En dan zeggen heel vaak mensen in Nederland, ja, maar dat kunnen wij toch niet als Nederland alleen doen. Als we dat alleen doen, dan schaden we ook onze economie. En dat klopt. En je moet het daarom ook doen met elkaar. Samen. En je zal het samen inderdaad moeten doen. En dat betekent dat je samen die afspraken kunt maken. En dan staan we ook sterk. Want dan maken we echt voor heel erg veel, voor een heel werelddeel in feite, afspraken om te zorgen dat het beter gaat met onze planeet. En dat is één voorbeeld. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingenbeleid. Ja, een land alleen, die kan niet alle vluchtelingen opvangen. Maar samen met 28 lidstaten van toch een heel rijk werelddeel, dan kunnen we dat wel. Ja. Dus juist ook om te zorgen dat Nederland niet alleen staat in belangrijke opgaven, moeten we zorgen dat er een sterk groen en links geluid is in het Europees Parlement. En wat hebben we afgelopen jaar bereikt in het Europees Parlement, afgelopen periode? Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ja, onze Bas Eickhout is een van de Europarlementariërs. En hij is ook genoemd als eigenlijk wel de meest effectieve Nederlandse parlementariër. Ja. Wat hij bijvoorbeeld bereikt heeft, is dat er nu ook de vrachtwagens, ja, dat er ook een grens is aan hoeveel CO2 zij mogen gaan uitstoten. Dat was gek genoeg. Ja, dus dat niet geldt geregeld. Ook hier in Zeist. Dat geldt in de hele Europese Unie daardoor. Ja, die afspraak is nu gemaakt. Die moet natuurlijk nog worden uitgevoerd. Maar geen land ontkomt daar meer weer aan. Dus dat is echt een belangrijk iets wat onze Bas heeft bereikt. Ja, super. Nou mensen, jullie horen het. Ga allemaal stemmen. Donderdag 23 mei stem GroenLinks voor een beter, groener, socialer Europa. Zo is het. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover de vlog.